Ja, Bastiaan, ik zie weer een tas vol met, tenminste, daar ga ik vanuit, mooie producten. Ja, daar zit heerlijk vlees in, daar zit een ribeye in. En wat we gaan doen, we gaan een battle houden. Een battle tussen twee barbecues. En de barbecues heb ik hier staan. Heel interessant. Een gasbarbecue en een elektrische barbecue. En er zijn al heel veel battles gedaan tussen houtskoolbarbecues en gasbarbecues. Maar mij leek nou eens een keer leuk om te kijken van oké, je hebt elektrisch en je hebt gas. Wat doet het nou met een mooie steak? Dus die gaan we beide hierop bereiden. En er staat, ja, laten we maar eens afwachten wat het gaat worden. Bastiaan, wat voor zaadjes heb jij hier bij je? Ja, dit zijn mosterdzaadjes. En zoals je ziet heb ik de gele en de zwarte. Ja. En de gele zijn wat minder scherp dan de zwarte. Okay. Hoe donkerder het zaadje, hoe pittiger het is. Okay. Zo gaat het. Maar we hadden dus wat mosterdpoeder nodig voor de rub die we gaan maken. Dus nou ja, waarom zou je het niet zelf doen als je het ook zelf kan doen, zo gezegd. Dus ik heb hier verse mosterdzaadjes en die doen we even hier zo fijn in maken. Ja, dan zijn we hier met mosterd. En we hebben komijn, koriander, knoflook, zout, peper, chili en paprika poeder. Zo, we hebben dat gemengd. Dan een beetje olie. Even verdelen. Zo. En dan mooi die kruiden eroverheen. En dan een beetje van die kruiden eroverheen. Lekker zelf gemaakt. Precies. Want ik kan dit even intrekken. Zo. Hoppakee. Nou, mooi aan beide kanten. Ja, precies. Dus we laten even intrekken en dan gaan we verder met de mais. Want we maken ook een heerlijke salade erbij. Dus we beginnen even met de salade en daarna kunnen we steaks gaan grillen. Dan gaan we even naar de barbecues toe. Die kant op. Ja, Bastiaan, daar staan ze. De twee, die gaan strijden. Ja. We beginnen even met het aanzetten van de City Chef 40 van Kadak. De gasvariant. Want hier doen we even de mais opgaren. Inderdaad. En ja, goed. Daar wachten we even op. Ja, hier staan ze. De gasvariant en de elektrische variant. Ze hebben heel veel gemeen. De kookoppervlakte is gelijk. Er zit een vetopvangbak in. Die kan je eruit halen. En die kan je zo makkelijk schoonmaken in de vaatwasser. Dus dat komt overheen. Alleen het verschil is een beetje natuurlijk zeg maar, de aansturing van de temperatuur. Wat je hier hebt, is dat je het eigenlijk kan aflezen van je display. En hij gaat van 20 graden tot volgens mij. Laten we even kijken hoe ver we komen. Als ik het goed heb, gaan we naar de 300. 300 graden kan die redden. Nou, dat is flink heet. Dat willen we nu even niet. En deze gaat natuurlijk gewoon met gas, ja, zoals we het kennen. Hoog vlammetje en laag vlammetje. Het mooie daarvan is dat ook er zit een dekseldrager in. Dus als je het deksel afhaalt en je wil hem even kwijt, kan je het op die manier doen. Dat hebben we ook bij het gas natuurlijk. Ze hebben beide een pandrager. En op die pandrager kan je dus je pijl, je pan of andere chefpan of dingen opzetten. En ze hebben diverse accessoires. Dus voor de gasbarbecue heb je deze accessoires, die je hier ziet. En ga je voor de elektrische, dan heb je deze accessoires. En wat ook nog even leuk is om te weten, ben je een beetje kleur- en tintgevoelig. Deze heb je in twee kleuren en die kan je in drie kleuren vinden. Nou, je kan altijd even op de website kijken van Kadak, dan zie je welke kleuren. En ik zie ook een mooie kleur geel. Die ligt hieronder en dat zijn de maiskolven die aan het gaar zijn en die is al klaar. Dus we kunnen weer richting de tafel om verder te gaan met het gerecht. Nou ja, zoals het al werkt. Hoppakee. Zo, dit is de mais. Smaakt die? Nou, man, heerlijk. En deze kwam van welke barbecue, de mais? De mais hebben we op de gas gedaan. Op de gas? Ja. Doen we wat ei. Nou, pitje is ook niet onbelangrijk, rood pepertje. En de tomaatjes. Dan hebben we zo meteen nog wat zuur nodig. Want bij een salade hoort natuurlijk ook altijd een zuurtje. Dus daarom hebben we hier een limoentje. Hoppakee. En dan is het eigenlijk gewoon even lekker husselen. Lekker husselen. En dat zo meteen bij je gegrilde vlees. Nou, kan ik één ding zeggen, daar word ik best heel vrolijk van. Ja. Ja, nou, dit laten we lekker staan. Klaar. Dan gaan we nu beginnen met de battle.
We gaan dus strijden, kijken op welke barbecue stukje vlees lekkerder wordt, omdat het even lekker is. We gaan het bekijken. Daar gaat hij. De ene eerste op de, weer. Op de ene barbecue. Ik heb hem op, even kijken, wat heb ik? 200. 215. 215 en dan die. Nou, ze sissen hem allebei heel mooi. Ja, vind ik ook. Dus ik kan daar nou niet zelf zeggen van, wat de een doet het beter of nee, zo. Hè? Ze hebben allebei die mooie sis ja, te pakken. Ja. Nou, wat dan wel natuurlijk even moet. Deksel erop. Deksel erop. Hoppakee. Ja. En ik vind ze qua design ook allebei heel mooi. Ja, toch? Ja. Ja, en ja, kijk, deze kan je natuurlijk overal mee naartoe nemen. Want die is gas, dan ben je niet afhankelijk van de stroom. Ja, en wil je deze meenemen voor, zeg maar, richting de camping of waar je dan op dat moment ook bent. Ja, dan moet je natuurlijk wel een stroom aansluiten. Nou, Bas, aan de tweede test, de omdraaitest. We gaan even kijken. Barbecue nummer 1. De gas barbecue. Oh, die mooi is mooi. Zeker. Nu kijken of de andere barbecue het ook mooi. Nou. Ook mooi. Nou, 4-4 staat het. Ja, hè. Gaan we die er weer op doen? Nou, dit wordt wel een beetje een saaie wedstrijd tot nu toe, hè. Ja. Dit is een voetbalwedstrijd waarvan je denkt maar ja, van, als ze allebei mooi zijn, dan hebben we wel weer massa. Ja, dat is waar. Dan heb jij. Even ietsje lager. Deze ook iets lager. Dan kunnen ze even ietsje rustiger nagaren. Zo. Ja, het ziet er mooi uit. De volgende eraf. U wil goed onthouden welke. Ja, dit is de gas. Hè? Dat is de gas. Okay. Zeg maar links is gas voor de kijkers rechts. Ja. Ja? Nou, oké. Ja, nou, we hebben ze even hier neergezet. Nou gaan ze even rusten. Dus. Deegje overheen en serveer ze met tortillas. Maar die willen we even heel iets opwarmen. Dus dat doe ik even op die barbecue daar, bij de kadakjes. Ja, welke? Welke barbecue? Ja, ik doe de witte. De witte doe ik op die. En ja, de paarse, de bieten, doe ik op deze. Ja, dan kun je ze goed uit elkaar houden. Toch? Nou, ja. We komen er vanaf. Zie je verschil? Mooi toch? Ja, ze zijn mooi even opgewarmd. Dus okay. Dat is goed. Nou. Dan, dat was gas. Nou, gaan we eerst de gas doen? Ja. Gaan we nu gelijk proeven of doen we dat straks pas aan het eind? Ja, dat kunnen we wel even proeven toch? Want nu kunnen we heel puur proeven of het precies. Vlees anders smaakt. Ja. Dus dan doen we even zo. Nou, dit zijn de stukjes voor de gas. Nou, pak ik er vast één, hè? Ja, doe maar. Proeven. Nou, dit is dan dus gas. Nou, ik ben heel benieuwd. Nou. Ja, dat en dan kan. Hier heb je de elektrische. Oké, wacht even. Ik doe het ook even. Zo, even mijn mond spoelen. Zo. Ja, dan alle smaken eruit zijn. Dan ga ik nu de volgende pakken. Mm-hmm. Dankjewel, assistent. Nou, alsjeblieft. Nou. Ik proef deze nog even voor zekerheid. Nou, ik moet zeggen. Ik vind het zit op hetzelfde niveau, hè? Ik vind ze allebei heel erg lekker. Ja. Dus ik kan niet kiezen. Nee, wat het mooie is dat ze beide dus hebben de kracht hebben, de temperatuur, om die grillsteep op te zetten. Dat karamelletje, dat is eigenlijk waar ook de smaak in zit. Hè? Dus ja. Als je barbecue maar heet genoeg is, dat je goede karamel op je vlees kan zetten, zo'n grillsteepje, dan heb je smaak. En dan zit je goed. Dus dat is bij de gas prima gelukt. En bij de elektrische ook. Dus ja, wat is nou de beste? Gelijkspel. Gelijkspel, hè? En ik denk dat ook met dit soort dingen, dat het op een gegeven moment ook zo is, ja, kijk wat voor jezelf het makkelijkste is, hè. Wat ik zeg, vind je elektrisch fijn, dat kan, maar ja, dan ben je wel gebonden aan het feit dat je ergens stopcontactje moet hebben. En gas, ja, dat is multifunctioneel, daar kan je altijd mee op stap. En als je misschien een beetje die kant nog opfilmt, daaronder op dat trapje, daar zie je twee gasflesjes staan. Dus er zit, zeg maar, een soort, je hebt daar de mogelijkheid om twee glas... Gasflesjes tegelijk aan te sleutelen. Nou, steek is niet zo lang grillen, dat is vrij kort. En dan gaan we eens even opmaken. Nou, oeh. Ja, wat ga je maken nu? Ja, kijk. Hoppakee. Nou, dan doen we het lekker zo. Lekkere tortilla. Twee. En dan doen we hier. Zo. Lekker een laagje in het midden. Ik weet nu al dat dit heerlijk wordt. Toch? We stapelen ze op. En dan is het een beetje van elektrisch. En een beetje van
gas. Het gas. Gewoon door elkaar. Door elkaar. Die erop, tomaatje erbij. Zo, dan. Oké, waar is je? Koriander. En jij bent fan van koriander, hè? Ja, dat vind ik lekker. Die erop, blaadje erbij. Nou, dan heb je toch een heerlijk gerechtje zo. Als dit op mijn bord ligt, ja, dan breng ik hem niet terug. Ja, en welke is nou de beste? Ja, wat ik al heb laten zien is, beide hebben ze power om die grillsteen op te zetten. Mooie accessoires om lekker mee buiten te koken. Je hebt de pizzastenen, de pijljapannen, ja, noem maar op. Dus wat dat betreft een heerlijk apparaat om mee aan de slag te gaan. En je kan de heerlijke gerechten mee bereiden. Dus ja, de keuze is aan jullie om te kijken wat je wil. Gas, elektrisch, beide doen het perfect. En ja, nu is het tijd om te genieten. Wil je meer weten over de barbecues? Kijk even op kadakinternational.com. Daar kun je het allemaal vinden. En ik weet waar dit gerecht staat en waar ik het kan vinden. Dus deze neem ik lekker mee. Ja, hallo. Ik loop met je mee. Ja, precies. Nou, dat vind ik een goed plan. Nou, helemaal goed. Nou, tot ziens maar weer. Ja, dat was hem. Geniet ervan. Bye bye.